Het was een moeilijke periode. Tough times op zijn Engels. Leegte, muzikale leegte. Overslaand op het mentale. Balancerend op de rand van depressie. Tot ergernis leidend in de greep van frustratie. Tenen krommen tot ze maatje 30 bereiken. Maar wie doet er wat aan? Potentie in overvloed, maar volkomen inspiratieloos. Het voelde aan als uitgedroogde, onvruchtbare vlakte. Probeer daar maar eens iets te oogsten. Je kunt er geen pap van maken. Nee, barre tijden waren het. We waren met z'n allen toe. Nee, we werden met z'n allen gedwongen tot verandering. Een held moest opstaan en zijn volk leiden. Een triomftocht richting de victorie. Maar wie had er gedacht dat die held niemand minder zou zijn dan ikzelf? Op een dag, na een intensieve, toch steriele oefensessie, kreeg Donovan, de zanger van Deadbeat, het nieuws te horen. Dan, Luc, Stef en Stijn waren allen ten einde raad. Allen zagen zij de buil hangen. De ruige rockband moest met nieuw materiaal aankomen, al kon geen kip het aanleveren. Ze wilden immers geen band worden die anderhalf jaar nodig heeft om twee nieuwe nummers te schrijven. Haha, hoe dan ook, de hoop van de band werd gevestigd op hij die het meeste talent bezit van allen. En dat was natuurlijk Donovan. Ja, nederig als hij is, vroeg Donovan de band waar de keuze vandaan kwam. Een betoog van lovende woorden is wat volgde. Je bent een beest op de gitaar, zei de ene. Terwijl de andere vermeden was dat hij een drummende donder was. Zij het niet ook al, een buffelende beer op de basgitaar en een zalige zanger met een satijnen zangstem. Donovan, die het bandleven zeker niet aan de wilgen wilde hangen, begreep dat hij de enige was die het muzikale roer om kon keren. Hij accepteerde zijn nieuwe lot als kapitein op het muzikale schip genaamd Deadbeat en besloot hard aan het werk te gaan. Jij bent de beste, weergalmde het in zijn hoofd. En daarmee was het avontuur begonnen. In de eerste instantie moest Donovan op zoek naar nieuwe inspiratie om zijn muzikale geest te verkwikken. Om dit te bereiken wist hij dat hij niet langer meer alleen maar naar metalmuziek kon luisteren. Zo beluisterde hij zware gitaarmuziek, alweer dit slechts rotte vruchten af. Ook luisterde hij naar softere rock, om zo zijn gevoelige snaar te vinden. Hij luisterde naar hip-hop, maar helaas, de beat kon hem niet boeien. Hij kwam voorbij R&B, wat tegenwoordig niks meer met rhythm and blues te maken heeft. Hij luisterde zelfs naar country en compleet tegenovergestelde genres, zoals Hollandse hardcore. Pas toen hij toevallig iets hoorde wat van ene John Mayer bleek te zijn, begon hij het te snappen. Muziek hoeft helemaal niet hard en ingewikkeld te zijn, als het maar gevoelig is. Als er maar gevoel in zit. Ja, gevoel is er wat al die tijd miste. En zo begon Donovan zijn transformatie. Een stap dichter bij zijn doel, een stap richting het gevoel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Vet cool. Dagenlang sloot Donovan zich op de zolder van zijn grootouders. Hoofdkwartier van meerdere muzikale mijlpalen. Als een alchemist op zoek naar de juiste formule, ging hij hier op zoek naar zijn muzikale steen der wijzen. You know, that when it comes to playing the keys, I make Vibi Suriani look like Lumpia. Hij speelde er 24/7, liederen schrijvend en alsmaar componerend. En zo kwam het
dat Donovan nieuw materiaal had voor de band. Als snoepgoed voor het oor en als balsem voor de ziel. Barstens vol nieuwe ideeën kwam hij terug naar de oefenruimte in Folte, waar hij Stef, Stijn, Daan en Luc de fijne kneepjes van het muzikale vak aanleerde. En zo besloot de band deze nummers te vereeuwigen in de vorm van een single en een reuze videoclip, waarvan dit de teaser is. Yeah, don't you get it? Deadbeat heeft nieuw materiaal opgenomen en inderdaad, we gaan er een videoclip bij opnemen. Dus ben je benieuwd hoe deze videoclip eruit gaat zien? Blijf dan vooral kijken op deze Hive of op de website www.deadbeat.nl. Mijn naam was Donovan en namens de band bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.